Hallo, mijn naam is Wahid Zelderust en ik ben de Deltin-uitblinker van 2017. Wat maakt mij nou die uitblinker? Wat is een uitblinker? Komt het door mijn cijfers? Heb ik misschien beter ideeën dan anderen? Ik denk van niet. Ja, ik heb stage gedaan in het buitenland. Ja, ik doe certificeringen naast mijn studie. Maar is dat echt waarom ik een uitblinker ben? Of is het omdat ik bewust een keuze heb gemaakt voor deze opleiding? Dat ik iets doe en iets kies voor mijn eigen toekomst? Ik denk dat het een stukje passie is voor je vakgebied. Voor mij is dat ICT. Maar is dat niet eigenlijk wat alle mbo-studenten om me heen ook doen? Gewoon iets kiezen dat ze leuk vinden, hun passie volgen. Pak de kansen, durf de extra stappen te nemen. Trek er gewoon niks vandaan als mensen zeggen tegen jou dat je iets niet kan. Dat kun je wel. Is dat niet waar het mbo voor staat? Gewoon passie hebben voor je vakgebied? Jij kan dat, ik kan dat. Maar ben ik daardoor een uitblinker? Zijn we dan niet gewoon allemaal uitblinkers?